als oprichter van de band, dat is dan Benny van der Meer. Hij zit er nou niet meer bij, maar die heeft dus eigenlijk de hele band eigenlijk gevormd. Tot de installatie, alles was van hem, of van zijn ouders, die geloof ik, daar zaten ook wel met een grote stempel bij in. Dus ja, we kregen wel een klein beetje geld, maar het meeste geld was toch allemaal voor het afbetalen van de installatie. Dus het was geen vetpot. Ik weet nog dat we op Ameland moesten spelen. Nou, alleen die reis daar naartoe, daar moest al geld bij. Dus ook nog terug. En ik mocht twee nummers, van Max Schout mocht ik twee nummers spelen. Meespelen. En ik kreeg twee tientjes. Aan het eind van de rit, dat weet ik nog. Nou, ja. Het was van oorsprong, was het een toch wel soul gerichte band al, met soul nummers, hè? Ja, vanuit St. John's Soul Clan. Dus een beetje die indoor rock eigenlijk. Indoor rock, daar kwam het ook soul. Al een beetje uit. Ja, daar is het eigenlijk ook uit voortgekomen. Plus dat je dus hier in Enschede zoveel bandjes had. Die ene speelde blues en die, dan waren wij toch weer iets anders. Broer en ik hadden les, trompetles, bij de muziekschool, maar ik had nog niet echt een instrument. En dat was onder andere een reden om dan ons aan te melden bij het Leger des Heils, bij het muziekkorps. Om daar dus ook mee te spelen, want dan kreeg je dus een instrument. Dus ik kreeg een cornetje. Dat paste helemaal bij mijn lengte natuurlijk, zo'n klein cornetje. Dus dat... Ja, zodoende eigenlijk kon ik dus ook met diezelfde cornet bij de band spelen. Dus dat was een win-win situatie eigenlijk. Ja? Waren er eigenlijk twee trompetten, twee blazers. Mijn broer en ik speelden trompet. Harry Hesseling speelde trombone. Dat was het eigenlijk wat blazers betreft. Toen. Nu hebben we dat uitgebreid met nog drie blazers meer. Maar toen hadden we zeg maar de basisbezetting, slagwerk. Toetsenist, gitaar, basgitaar. Gitaar, bas. Zang. Zang, ja. Dat is op zich ook wel een grote band met z'n achten, hè, waar we toen. Ja. Ja. Herinnert u zich deze toch? Toen ik bij de band kwam, de eerste keer, zoals ik dat beleefd heb, moesten alle. Ik ben de jongste, ik was de jongste natuurlijk, hè, met 13 jaar, ja, wanneer speel je dan in een band? Dus mijn moeder en of ook mijn vader, die wilde eigenlijk toch wel zeker weten dat er goed op mij gelet werd. Ondanks dat mijn broer dus ook meespeelde. Dus de jongens die werden één voor één, vlak voor een optreden, één voor één moesten ze naar binnen. En toen moesten ze plechtig beloven dat mij toch echt niet zou overkomen. En toen mocht ik mee. Maar ja, ik zat natuurlijk al lang in die bus, dat snap je wel. Dus, Je zat er vaak als eerste in. Nee, ik zat er vaak als eerste in. Ja, mini jurk mee en... Ja. Hè? Dus zo is dat gegaan. It ain't no drag. Papa's got a brand new bag. Doing the twist, she doing the fly. Don't blame Jim, you know he's no job. Doing the monkey, the mashed potato. Jim, bad Jim, see you later, alligator. Call me sister, Papa's in the den. Can you hit now? Ja.
Herinneren dat we 3 dagen in Horn hebben gespeeld tijdens carnaval. Een soulband tijdens carnaval in Zuid-Limburg. En de helft, ik geloof dat ik 14 was. En op een gegeven moment had ik een groepje meisjes om me heen verzameld. En die zeiden tegen mij op zo'n Limburgs, ik verstond ze in het begin niet van, ga je even mee naar ons café hier onderaan de onderaan de straat. Dus dat heb ik gedaan in mijn pauze. Daar heb ik mijn allereerste biertje gehad. En ik geloof dat ik er in een kwartiertijd 4 heb gehad. Dus ik ging al waggelend weer terug. En toen zeiden ze na die tijd tegen mij, Ria, ik mocht 2 nummers zingen bij de band. Ik had nog nooit zo mooi gezongen als toen die keer. Maar bier, dat is niet iets van mij. Ja. Nee, dat... Dat was de eerste keer. Ja, maar dat was ook wel een heel leuk weekend dat. Ja. Ik weet wel, ik heb ergens... kreeg ik ergens bij een gezin thuis, een kamertje, en daar mocht ik slapen. Ik heb mijn tas er neergezet. En ik heb na 3 dagen die tas opgehaald. Ik ben er nooit geweest. Ja, eerlijk. Dat was na het spelen de kroeg in en waar we hebben geslapen. Ja, bij die en bij die, maar nooit bij die mensen waar mijn tas stond. Naderhand uit de St. John's Family nog wel 4, 5 verschillende orkesten geweest die ook in het Top 40 circuit wel spelen. Ja, bijvoorbeeld Balance, begon in 70. Die zijn allemaal doorgegaan, alleen ik ben dus in het bruiloftscircuit gekomen. Ja. En naar de Merano's. En de rest is allemaal echt wel in de Top 40 en danswerk doorgegaan. Ja. Maar een andere reden dat het dus minder werd in dat clubhuizencircuit en dus ook met de band, was bijvoorbeeld ook dat er belasting geheven werd op die kaartjes die uitgegeven werden als er al een middag werd georganiseerd. Dan moesten de clubhuizen ineens belasting over gaan betalen. Dus per definitie hou je dan gewoon minder geld over en kan het gewoon niet uit op een gegeven moment. Een ander element is ook wel dat de jongens... toch ook wel vaak in dienst moesten. Toen had je dat nog, hè? Met 18 of 19 ging je in dienst. Nou, en die behaalden dan net die leeftijd. En dan hield het ook wel snel op. Of je ging van school, van de middelbare school, en dan ging je werken. Of je kreeg verkering. En dan werd het in veel gevallen ook minder. Dus ja, dat zijn allemaal elementen uit de jaren 60 die het maken dat het allemaal minder werd. Plus begin jaren 70 had je natuurlijk de opkomst van de discotheken. Ja, we zijn wel een jaar lang met St. John's Family, hebben we wel dat dikke 10, 15 jaar stilgelegen. Ja, wanneer zijn we weer begonnen? Nou, we zijn begonnen met St. John's Family 67. Ik ben zelf gestapt in 69 volgens mij. Ik kwam er in 68 bij. 1,5 jaar heb ik ongeveer gespeeld. Toen is St. John's Family nog wel even doorgegaan. Ja, maar ik ben er ook eind 69 mee gestapt. Ja, en toen zijn we 20 jaar, hebben we elkaar niet meer gezien of gesproken. Wel gezien, maar niet samen muziek gemaakt. Dus voor... in 1987, dat was in de Sloep, toen tijdens het Back to the 60s avond was dat, in het kader van, ik dacht 25 jaar, de Sloep, dat was een van de jongerencentra, buurtcentra. Toen zijn we weer bij elkaar gekomen, toen hebben we 8 groepen naar mijn gevoel
bij mij weten, 8 groepen hebben toen opgetreden, waaronder de St. John's Family. Ja. Dat was weer de eerste keer, dus dat was na 17 jaar. Max heeft de eerste paar keren met Textielbeat meegespeeld en daarna is John de Wit als zanger voor hem in de plaats gekomen. Ja, John de Wit heeft eigenlijk in de St. John's Family van de origine van vroeger nooit meer gedaan. Nee, nee. Maar die is dus later, na het beginnen van Textielbeat, is hij erbij gekomen. En toen is de band ook een klein beetje uitgebreid met meerdere blazers. En een andere toetsenist. Ja. Dus die zijn niet allemaal van origine erbij. Terwijl het groot merendeel is eigenlijk nog wel op Benny nu na dan. Ja. Nog helemaal de vaste kern van vroeger. Ja.
ik hoor het niet. Do you feel good? Grasvesten, 2300 man. Laat je horen. Do you feel good? Dat is beter. I feel good. I feel good. Because you knew you would now. I feel good, man. Because you knew you would now. So good. Good!